Ja, van harte welkom bij Kerstvloggen met Marco. Ik heb naast mij Misha staan. Hi. En we gaan binnenkijken bij de Intratuin in Maastricht. Misha, wat hoop jij te zien? Ja, natuurlijk hele mooie huisjes, kersthuisjes en hele mooie versiering. Dus ja, ik mag mij benieuwen hoe ze dit jaar hebben gedaan. En laten we gewoon binnen gaan. Goed, meer daarover na de intro. Wauw, kijk eens aan Misha. Hoe vind je het tot nu toe? Ja, heel mooi. Mooie kerstboom. Ik heb nu al zin in de kerstboom, dus ik ja, krijg je al een beetje kerstgevoel? Ja, dat absoluut. Ja. Zullen we daar dan een kerstboom meenemen voor kantoor? Ja, eigenlijk wel, hè. Hij is alles waar gewaardig, ga je aan? Ja, absoluut. Mami inzet. Ja. Ja.
hier midden in het sprookjesbos samen met de elfjes. Ik vind het heel fijn dat jullie er zijn. De tijd van warmte en gezelligheid is weer aangebroken. Er is hard gewerkt om Intratuin weer klaar te krijgen voor het nieuwe seizoen. Het kerstseizoen. Maar dat hadden jullie natuurlijk al lang gezien. De treinen rijden weer hun rondjes in het mini-dorp. Alle kerstbomen zijn weer voorzien van lampjes en versieringen. En overal klinkt gezellige muziek. Gaan we gauw verder kijken en laten betoveren door onze magische kerstshow. Tot de volgende keer. En groetjes van de sprookjesboom. Doei doei, dag. Hij mist zo. Dat komt ze uit van de sprookjesboom. Ja, heel leuk, heel leuk. Ja, jij gaat uitdrukken. Wat is het van die sierstokjes? Ik ben speciaal in de dakkenmaat zien aan boven. Het is een kerstboom aan. Dames en heren, dit was hem dan. Vloggen met Marco voor Karamedia. Misa, wat vond je daarvan? Ja, ik vond het weer een heel prachtig dit jaar. Zijn er niet klaar? Dus zeker komt kijken, zou ik zeggen. Maar we komen gewoon later nog eens terug. Tot Missa. Ja, dat sowieso. Gaan we doen. Tot de volgende video.